Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Welkom, dames en heren, bij de halve finale van de Xbox, de Eredivisie, het Xbox seizoen. En dit is een kraker van je welste. Twee oude gedienden, twee veteranen, twee legendes in de Nederlandse FIFA scene. Het is Excelsior tegen Heracles. En hoewel dat vanuit de Eredivisie begrepen misschien niet klinkt als een ongelofelijke topper, is het dat hier wel degelijk. We hebben Levi Frederik, Levi Maestro, zoals die vroeger door het leven ging. Sterrenstatus, dat zijn zijn nicknames. Hij gaat het opnemen tegen Brian Hessing, Bri FIFA King. Zo kwam hij ooit in de FIFA scene. James Hespel was nog een keertje een pseudoniem waarmee hij aantrad. Levi Frederik tegen Brian Hessing. Excelsior tegen Heracles. We verslaan deze prachtige halve finale op papier. Deze zinderende wedstrijd op papier. Dit prachtige affiche samen met de even legendarische FC Roelie, Raul Joshua. Wat een intro. Goh. En dan doe je misschien zelfs deze wedstrijd nog een beetje tekort qua status. Hé! Hey. Ja, Milinkovic Savic, die gebruikt hij de hele knockoutzaal op rechtsachter. Ja, ongekend. Vooral heel erg stevig in de lucht, heel sterk in de lucht, defensief ook goed. 4-star skill moves, high medium. Het is gewoon een beer. Het is beer van de vent. Een beer van een vent. En hier komt de eerste kopbal en dan is het. Oh. Wat is dit dan? 0-1. Ja, zo heeft hij in de vorige wedstrijd ook gescoord tegen Feyenoord. Wow. Goed getimede kopbal van Ronaldo. En Levi kijkt direct tegen een achterstand aan. Goeiemorgen. De man to beat eigenlijk. Absoluut. Helemaal naar de vorige ronde. Die heb jij ook van commentaar voorzien? Ja, ik heb hier de hele tijd geroepen sinds de kwartfinales dat Levi op dit moment de top favoriet is. Maar hij kwam ook in die kwartfinales gelijk achter tegen Tony Kok. Ja, laat zich hier echt niet door van de wijs brengen. Maar dit is wel eventjes een hele snelle wending die we hier zien. Ja, Marcelo op linksachter. Het is een keuze die je inderdaad maakt vanwege zijn dribbeling, zijn aanvallende kwaliteiten. En Brian, die weet dat Daar wat te halen valt. En die geeft het zelf ook al aan door Ramos en Milinkovic Savic op te stellen. Hij heeft in ieder geval het belangrijkste aspect van FIFA op dit moment, die voorzetjes, uitgeschakeld. Terwijl Ronaldo hier naar zijn gezicht grijpt en op de grond valt. Maar ik moet wel zeggen, leuk dat Brian Milinkovic Savic opstelt. Maar Levi speelt juist weer niet echt op de voorzet. Nee, dus klopt. Tegen hem hoef je dat in principe niet te doen. Maar we gaan daarin echt twee totaal verschillende speelstijlen tegenover elkaar zien. Ja. Twee verschillende opvattingen. Levi heeft in de kwartfinales een masterclass gegeven van totaal voetbal. Van het tiki-taka voetbal dat Barça in het echte voetbal doet. Oh, Je gaat dit continu zien. Combinaties, dribbles. Het is fantastisch spel. Oh, niet goed getimed. Oh, de korte hoek die lag niet open. Er sprongen zelfs nog twee mensen voor. En niet goed getimed. Ja, dan wordt het lastig. Maar de eerste kans van Levi is ook alweer een feit. En dat allemaal binnen 13 minuten. Ja, en dit is oprecht. Ik weet zeker, dit is weer het begin van de storm van Levi Frederik. Die we ook in de kwartfinales hebben gezien. Hij is in aanvallend opzicht niet te stuiten. Tony Kok, grote naam. Kreeg gewoon geen grip op hem. Nul. Elke aanval is gevaarlijk. En elke aanval is schitterend. Tiki-taka, combinaties, skill moves, alles door elkaar. Het is echt fantastisch om te zien en dat gaan we hier 100% weer zien. Maar Brian op 1-0 door een prachtige voorzet in de vierde minuut. En dit is ook waar Brian graag wil zijn hoor in de wedstrijd. Op voorsprong met 0-1. Die kan lekker verdedigen, laat zijn spits ook meezakken. En je ziet eigenlijk altijd wel 10 man achter de bal staan. Het was tegen Feyenoord ook het geval. In de vorige ronde gaf in 2 duels maar 2 doelpunten weg. Wat op zich voor FIFA begrippen best wel weinig is. Maar het waren vooral de kansen die Jay heel weinig kon creëren. En waar Brian gewoon defensief heel erg goed een blok neerzette. Ja, dat zeg je heel goed. Brian is zeker waar die wil zijn. Hij zag meteen de vorige aanval van Levi die al vroeg voor de 16 strand. En nu toch weer eigenlijk bijna onbegrijpelijk balverlies. Want dit hebben we in de wedstrijd tegen PEC in de kwartfinale eigenlijk 0 keer gezien. Balverlies op eigen helft. En dan moet hij weer uit gaan kijken hier. De Gea die heeft hem nu goed. Laat zich niet 2 keer foppen. Tenminste, dat is wat je hoopt, want die voorzetjes gaan nog zeker wel komen deze wedstrijd. Dat is één ding waar ik mijn geld wel op durf te zetten. Ja, heel interessant om te zien wordt nu of Levi echt in zijn spel kan komen. Het is nu de derde keer in 5 minuten tijd dat hij toch in een vroeg stadium in de aanval balverlies leidt. Of dat hij inderdaad een beetje van slag is geraakt door die vroege goal en het spel van Brian. Die inderdaad met alle 11, tot maximaal 30, 35 meter voor haar eigen goal staat. Het is wel de backs die elke keer mee opkomen, Levi. Marcelo, veel aan het stomen daar aan die linkervleugel. En dan moet Ronaldo eigenlijk juist in het midden blijven staan. Alhoewel, Levi die dribbelt hier gewoon makkelijk door. Dit is ongelooflijk. Oh, op het laatste geblokt. Niet geblokt, een doeltrap. Maar wat een kwaliteit. Wat dat betreft is het nu 2 keer gebeurd in 30 minuten dat Levi op die manier doorheen voetbalt.
balletje wil nog niet erin vallen. Maar hij ziet ruimtes die er niet zijn. Ja, het lijkt dan toch een kwestie van tijd voordat Levy aan de score gaat slaan. Ja, in dat opzicht is het voor Bruin niet helemaal logisch dat hij zo defensief gaat en blijft spelen. Maar goed, we weten allemaal wat kan gebeuren. Eén countertje, één voorzet en het kan zomaar 0-2 staan. Ondanks dat Levy nu de meeste kansen creëert. Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. En Bryan zou ik wel mentaal als ijzersterk willen bestempelen. Ja, het is een mopperkont. Ja, hij kan soms lekker cynisch zijn over deze game. Het is een entertainer in dat opzicht. Ja, inderdaad. Het is gewoon een heerlijk karakter. Een heerlijke persoonlijkheid om erbij te hebben in die divisie. Sinds day one. Ronaldo. Geen voorzetje, weer naar binnen gaan. Gullit, wie sluit er dan aan? Neymar. Loopt ook goed terug, komt elke keer die bal net eventjes ophalen voor de verdediging. Of ja, ophalen biedt zich in ieder geval aan daar. Ja, komt kort. Ramos als linksback. Een volledig nieuwe positie. Diepe bal, geen buitenspel voor Mbappé. En dan weet je alweer hoe laat het is. Een wippertje. Precies. Verdedigd nu door Levy. Nu counteren. Ja, nu zijn er relatief veel mensen van Heracles voor de bal. Maar Levy maakt in principe geen onnodige haast. Oei, ruimte nu voor Ronaldo daar aan die linkerkant. Messi kan koppen, maar staat gedekt. Wordt gedekt door Ramos. En Sergej Milinkovic Savage. Ja. Daar op rechts achter. Opvallende keus. Nou, wat een beest. Goeie koppen Marcelo. Even de rust bij Levy. Die ook weet dat hij nog een tweede leg heeft. Hij hoeft het niet in deze 90 minuten recht te zetten, die vroege achterstand. Nee, en als je hem zo ziet voetballen, weet je zeker dat er nog wel een doelpuntje gaat vallen. Dat lijkt dan zo. Het lijkt een kwestie van tijd. Maar elke aanval die Bryan onderschept zal hem sterken in het vertrouwen, in het geloof dat hij hier een klein stuntje toch kan neerzetten. Kan uithalen. Een stuntje aan het zich is het niet. Natuurlijk is Bruin ook een hele goede speler. Maar het stuntje zou wel zijn om Excelsior gewoon niet te laten scoren. Dan ben je dat is wel een hele grote stunt. Nou, en daarom zeg ik stuntje niet omdat ik niet weet dat Bruin een fantastische speler is. Maar omdat ik toch zo onder de indruk ben geraakt opnieuw van Levy. Wat ik al was. Maar... Neymar. Terugkappen. Oh, goed gelezen. Gullit. Ronaldo erachteraan. Zit Mbappé net niet tussen. Bruin in opperste concentratie. Zo houdt hij Levy hier in het eerste kwart van dit tweeluik nog in stand. En gaat het weer 2-0 worden? Verdingen. Nee, misschien een foute keuze of goed verdedigd door Levy dan. En dit is de eerste helft. Ferdinand gebruikt hij ook. Dat heeft hij het hele toernooi al. Ja. Maar er zijn zoveel betere verdedigers, toch? In de kwartfinales ook. Zou je verwachten. Het is een tank in verdedigend opzicht. Ja, dat wel, ja. Snel en een beer van de vent. Ja, maar ja, dat is team of the year vooraan ook. Zeker. Van Dijk. Ja, absoluut waar. Misschien makkelijker te linken. Dat zou kunnen. Of niet misschien, dat is gewoon zo. Ja, dat zeker. Rio. Ja, ga je iets veranderen? Het is niet per se nodig. Je creëert wel veel, maar... Hij is nu aan het kijken naar Varaan. Dat is opvallend. Heeft hij natuurlijk ook gewoon naast staan, inderdaad. Ja. Er wordt niks veranderd. Messi blijft dus ook staan. En die zagen we eerder... wel al sneller gewisseld worden. Ja. Meteen begin tweede helft dat dan een Eusebio erbij komt. Ja, wordt toch gedekt door Ramos daar aan de linkerkant bij Heracles. Dus fysiek is hij echt te min. En dat zagen we de vorige wedstrijd ook bij Feyenoord was dat volgens mij. Die ook daar tegen die Ramos stond. Die kon ook gewoon niks uithalen. Die is gewoon te slap op die plek. Bryan is afgetrapt. Bryan Essing van Heracles Almelo staat op voorsprong. Na die vroege goal van Cristiano Ronaldo... En heeft de touwtjes in handen. Lijkt niet heel naastig op zoek naar een tweede doelpunt nog. Zal vooral goed moeten blijven verdedigen. Tot nu toe ging het elke keer net goed. Ja, en dat lag vooral aan de timing van Levy die verkeerd ging. Ja. Niet vanwege het feit dat Bryan het heel goed dichtliep. Maar tot nu toe komt hij met de schrik vrij. Neymar gaat diep. Toch voor een veiligere optie gekozen. Wat je bij Levy ziet is dat hij ook nooit een te gehaaste bal diep geeft. Die steekballen geeft hij echt alleen als iemand helemaal vrij is. Mbappé, de acties. Oh. Varaan die er nu tussen zit. Ook net goed. Met een teentje verkeerd. En Mbappé was aangetikt. Ronaldo. Sterk aan de bal. Goeie driehoek aan de rechterkant.
Nu Ruud Gullit. Rustige opbouw van Brian. Vieira. Kylian Mbappé. Vindt ruimte voor een nieuwe voorzet. Ja, daar komt hij weer. En daar is weer Cristiano Ronaldo. Marcelo wint het. Valt weer voor Neymar, dreiging. Weer voor Ronaldo. Is dit een vrije trap? Ja, voor Excelsior dan, inderdaad. De spanning is op de gezichten af te lezen, Roelie. Aan alles is te merken dat we een halve finale spelen van de Eredivisie. Wat staat er veel op het spel? Wat zou je jouw clubje, Excelsior, Heracles, trots willen maken met een finale plek hier? Mbappé, toch weer die Maldini. Het zou dat ook fantastisch zijn. Na ja, Pek Zwolle en de Graafschap op de PS4, dat we nu... We krijgen één van de twee te zien in de finale. En Brian, die ook in de vorige Eredivisie opzet telkens toch wel bij de bovenste plaats eindigde. Die nu echt als een soort kerst op de taart zichzelf kan belonen met een finale plaats op de Xbox. Toch ook niet zijn oorspronkelijke console. Nee. Nee, heeft natuurlijk wel altijd het vertrouwen gehad van Heracles. Dus wist van tevoren al dat hij op allebei de consoles ging spelen. Ja. En Levi, die het ook gewoon echt natuurlijk ontzettend goed doet. Wel favoriete console heeft waar hij op speelt. En voor hem is het niet alleen heel belangrijk om gewoon die titel naar Excelsior, naar Kralingen te brengen. Maar ook voor die pro-points die hij nodig heeft. Zeker weten. En dat is bij Brian natuurlijk ook het geval. Ja, ja, Dani Visser heeft daar veel aan te danken gehad. Ja. Je maakt een enorme sprong op de wereldwijde ranglijst. Die was er al zo goed als bijna. Ja, je staat inderdaad met één been al in de play-offs. En daar valt ook weer het een en ander aan centjes te verdienen. Centjes, roem, eer. Dat ook. Ja. Hoekschop Heracles. Met Neymar en Kylian Mbappé. De twee sterren van Paris Saint-Germain. Voorzet. Meteen eruit gehaald. En dan ligt er dus een countermogelijkheid voor Excelsior met Eusebio. Net te fris ingekomen. Moet wel weer terug. Geen aansluiting. Dat blijft toch het lastige. Hè? Wat ga je dan doen? Ga je middenvelders, verdedigers mee laten opkomen? Het hoeft niet. Hebben we al vaak gezegd. Maar ja. Levi lijkt niet echt dusdanig onder de indruk dat hij overhaaste beslissingen maakt. Weet dat hij nog die tweede leg heeft. Weet dat hij rustig moet blijven. En dat zijn kansen in de resterende 115 minuten wel gaan komen. Kante. Vanaf wanneer sluipt die paniek of stress of haast toch in dat kopje bij Levi? Ik denk dat hij inmiddels ook wel ervaren genoeg is om te weten dat het inderdaad twee wedstrijden zijn. En klopt. Dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Oeh, die krokettaatjes is moeilijk te verdedigen, maar hij doet het. Rio. Ja, die is vegetarisch. Die heeft er geen zin in, krokettes. Mooi. Kante, terug op Neymar. Het is 4 tegen 5. Oh. Ja, kwam vrij de rechterkant. Via alsnog, via Gullit, maar naar de Vieira. Iets lastiger een hoge bal opgeven. Iets meer dan een kwartiertje te gaan. En Brian heeft het toch aardig dicht zitten. De koptelefoon op. Mooi, even dat mondje, even. Die agressie. Jezelf als het ware oppeppen om die concentratie op 100% te houden. Neymar gaat diep, maar Mbappé kiest voor de bal in de voeten. Goed. Kanté. Je ziet dat Brian continu zijn middenvelden selecteert en niet heel snel uitstapt met een verdediger. Ja, wij gaan er ook maar eventjes goed voor zitten. Ja. Even het Sharks Jaws muziekje eronder. De omsingelen van de 16. Ja, echt omsingelen inderdaad. Hier, dit is een goede aanval. Tik, tik, tik. Gullit, 3-4 man ertussen. Ramos. 10 minuten voor tijd in deze eerste wedstrijd. Kanté, Mbappé. Goed gelezen weer. Door Heracles die weigert in te stappen. En dat tot nu toe heel goed doet. Goh. Heel geduldig is hij, maar dat geldt ook voor Levi. Die maar blijft omsingelen, blijft doortikken. Kante, Marcelo erbij aan de linkerkant. Eusebio. Eusebio. Nooit een keer een afstandsschot. Hij moet en zal die aanval tot in de 16 uitspelen. Eusebio. Brian weet ook, als hij nu instapt, is er een hele grote kans dat de penalty is. Ja, Gullit, Kante, Neymar. Scoopie. Wat een aanval is dit. Nee, wel goed getimed, maar... Uitstekend verdedigd.
Milinkovic-Savic. Het is misschien wel de beste aanvallende e-sporter op dit moment. Met een klein knipoogje ook naar Nick Den Hamer. Die natuurlijk, maar misschien wel de best aanvallende e-sporter tegen zo'n uitmuntend verdedigende e-sporter. Doet het echt perfect. Geen enkel foutje tot nu toe gezien. Goh. En wat wordt die tweede wedstrijd dan nog interessant? Gaat Brian voor de laatste aanval? Kiest nu al de weg naar voren. Met Neymar en Mbappé. Daar is Excelsior dat de laatste aanval krijgt. CBO in het midden. Kanté inderdaad. Dan denk je dat Mbappé er door is. Maar er staan gewoon nog twee mensen. Neymar. Ronaldo. Eusebio. Niet terug naar Ronaldo. Sergio Ramos. Ja, en dan lijkt me niet dat Brian de bal nog naar voren gaat werken. Inderdaad. Besluit het rustig. Hij gaat nu nog wel een keertje gas geven, denk ik. Cristiano, dit die zal de laatste aanval zijn. Die haalt hem. Ja. En dan gaat hij toch opgewipt worden. Komt nog een voorzet aan dan. Arnijn, gelet. Ja. Klaar. En weg. En klaar. Poeh. Spannende pot. Weinig tijd om adem te halen. Maar we kunnen nu eventjes op adem komen. Want het staat 0-1 voor Heracles. En die tweede wedstrijd is oh zo belangrijk. Ik ben benieuwd wat er bij de andere wedstrijd is gebeurd. 0 schoten op doel van Levi. Ja, dan kan je ook niet scoren. Het was een schaakspel. Prachtig. Maar het wordt een heel interessante tweede wedstrijd. Roelie bedankt. Iedereen bedankt voor het kijken. Niks is hier nog gespeeld in deze halve finale op de Xbox. Ja, Brian, de eerste wedstrijd. Gewonnen van Levi. En dat is toch wel iets waar heel veel mensen toch wel even op keken. Ja, dat verwacht niemand. Maar we zijn nog lang niet. Hè. Ik heb 1-0 gewonnen. Twee schoten geloof ik 1. Ja, kan precies. Maar het was echt een hele schaakspel, kun je wel zeggen. En ik heb gewoon echt tegengehouden. Maar dat wist ik van tevoren al. Hij is echt balbezet spelen. En houdt hem de bal lekker erin te lopen, zeg maar. Ja, dat kan gewoon niet met FIFA 19. Dat zie je wel. Dat ik gewoon wel stand hou. En gewoon een muur achterin dicht bouw. Ja, dat moet gewoon. Levi is wereldtop. Tweede geworden op, ik weet niet eens meer, Singapore of zo geloof ik. Ja, ze weet gewoon, je moet gewoon aan de bak. En het tweede potje moet nog, maar we moeten gewoon snel scoren. 2-0 maken is heel belangrijk en dan gewoon lekker balbezit. Hoezo voelde het eigenlijk als een schaakspel, wat je eerder zojuist zei? Nou ja, als je zegt van 90 minuten hebben we gespeeld en hij heeft 2 schoten, ik 1. Ja, dan kun je wel zeggen dat het schaakspel was, toch? Ja, er kwam dus niet veel door. Nee, gelukkig niet. Ik 1 keer, hij misschien 1-2 keer, maar dat was het wel. Ja, wat maken die wedstrijden tegen Levi nou zo moeilijk? Ja, zoals ik zei, Levi, Excelsior, misschien denk ik een kleine club. Maar Levi is gewoon echt gewoon van wereldniveau. En 1-0 gewonnen. Heel trots op, maar we zijn er lang niet. Vertrouwen in die tweede wedstrijd? Ja, zeker weten, natuurlijk. Ik heb 1-0 gewonnen, heeft 1-2 kansen gehad. That's it. Dus we gaan de tweede pot gewoon vol in de bak. We gaan proberen snel te scoren, zoals ik zei. En dan gaan we gewoon van streep trekken. We gaan het doen. We gaan het zien. Op naar de finale. Let's go. Dankjewel. Levi, ja, de eerste wedstrijd verloren van Brian. En als ik je zo zag spelen, heel toernooi, dan had ik dat eigenlijk niet zien aankomen. Nee, inderdaad, maar het lukte gewoon voor geen meter eigenlijk deze wedstrijd. En ik kwam er niet doorheen, hij heeft goed verdedigd en hij kwam snel op 1-0 voor. Dus het zat even niet mee, niet wat ik normaal had zien. Dus hopelijk de volgende wedstrijd beter. Hoezo lukt het voor geen meter? Wist ik het maar. Moet ik eventjes goed over nadenken nog in de komende paar minuten. Ja, want wat maakt het zo lastig dan om tegen Brian te spelen? Vertel eens, waar liep het op fout bijvoorbeeld in het veld? Was het bij de middenlijn of bij de 16? Nou, je weet het. Brian is natuurlijk wel een veteraan. Dus die is zeg maar met heel veel ervaring. En als hij voorkomt, dan geeft hij de bal niet zo snel weer weg. En zijn hele team staat achterin. Dus het is gewoon zo moeilijk om er doorheen te voetballen. En als je de bal hebt, dan moet het ook gelijk raak zijn. En dat lukt er gewoon niet. Brian is opeens wel echt op volle toeren. Want zeker op de PlayStation had hij heel veel moeite. Maar op de Xbox is hij toch een stuk sterker. Ja, blijkbaar wordt hij alleen maar beter hoe later in het seizoen. Dus blijkbaar kan hij nu gewoon mee. Dus dat doet hij heel erg goed. Dames en heren, welkom terug bij de tweede wedstrijd tussen Heracles Almelo en Excelsior Rotterdam. Hier in de E-divisie. Het Xbox seizoen. De laatste horde voor de finale. Koen Weiland naast mij. We zitten er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik zit op het puntje van mijn stoel nu al. Zeker vanwege de 1-0 voorsprong die Brian Hessing heeft. En de favoriete rol die Levi zelf eigenlijk heeft veroorzaakt bij zichzelf. Ja. Door een fantastische kwartfinale. En ik ben echt zo benieuwd of Levi dit om kan draaien. Of dat we echt gewoon een geweldige prestatie van Brian gaan zien. En dat hij Heracles naar de finale gaat brengen. Ja, kwam 1-0 op voorsprong in de 6e of 7e minuut was dat in de vorige wedstrijd. Door een voorzetje op Ronaldo. We weten allemaal hoe gevaarlijk die zijn. Heeft sinds die bal eigenlijk volgens mij ook geen schot meer gelost in die wedstrijd. Laat staan eentje op doel, niet op doel. Gewoon überhaupt niets meer. Levi had ook geen schot op doel. Die had 2 schoten die niet binnen of tussen de palen waren. Het waren wel de beste kansen. Het waren wel de beste kansen, ja.
elke keer net verkeerd getimed. Dus in dat opzicht zou Levi misschien nog wel de meeste aanspraken maken op het tweede doelpunt van die wedstrijd. En ik ben benieuwd of dat in deze pot ook weer het geval gaat zijn. Brian die in ieder geval lekker rustig aan gaat doen over al zijn ballen, denk ik. Ja, nou ja, hij lijkt hier meteen wel de aanval te kiezen. Met Mbappé in de 16. De Gea met zijn voeten. Zo! Nou, kijk, dat was wel een mokerslag geweest. Als je hier in de vijfde minuut wederom op 1-0 komt. En op 2-0 gevaarlijk en dan weer. Goh! Is dit weer, is dit Ronaldo? Het is weer Ronaldo. Ja. Weer een voorzet. Weer in de zesde minuut. Cristiano. Ja. Het fenomeen. Ja. De spits van Juventus, de Portugees. Een Levi lijkt gebroken. Nou ja, het is wel een mokerslag. Ja. Maar gebroken, dat kan ik me niet voorstellen. Ferdinand, wat doet hij daar? Twee spelers van de Heracles die er allemaal op afspringen. Weer zo'n vroege goal. En de kans daarvoor, voor de hoekschop, was al... Die was groot, inderdaad. Groot, van Mbappé. Had er ook gewoon ingekund. Ja, en nu wordt het helemaal interessant. Levi moet nu niet alleen gaan vechten tegen de defensie van Brian. Tegen die hechte verdediging. Moet ook gaan vechten tegen de klok. Breekt hier voor het eerst door. Komt in de 16. Neymar. Neymar. Geweldige zo, actie. En dan maar weer gewoon drie mensen die ervoor springen. Het staat zo goed achterin daar. En dit gaat waarschijnlijk het beeld van de wedstrijd worden. Ja. Ja en Brian kan gaan azen op tegenaanvallen. Counters. En zal inderdaad, wat jij eigenlijk al schetste, zal nu helemaal gaan gebeuren. Dat hij heel traag zal gaan rondspelen. Traag zal gaan opbouwen. De ruimte zoeken op de zijkanten. Geen overhaaste ballen spelen. Dit is een geweldige diepe bal bij Mbappé. En dat is precies wat hij wil. Staat hij weer bij de zijkant. Kan hij hem opwippen, voorgeven. En dan wacht Cristiano al bij de andere kant. Dus komt hij nu. Alleen maar over de linkerkant. En hier is hij weer. Is hij. 3-0. Let's go! 3-0. Go! Levi die schudt zo. Over twee wedstrijden. Ja, als je weet dat je tegenstander op de voorzet speelt, moet je misschien Ramos daar linksachter neerzetten. Wat Brian bijvoorbeeld zelf ook doet. En dit is, nou, dit is tactisch natuurlijk heel slim van Brian. Of het allermooiste FIFA is, geen idee. Maar het werkt heel goed. En ja, nogmaals, tactisch een hele slimme zet. Ja, drie identieke goals. Dit is de nachtmerrie van Levi voor deze tweede wedstrijd. Na die 1-0 in de vorige pot is dit nu een nachtmerrie die werkelijkheid wordt. De reactie van Brian is niet mals, hè? Nee, wat een ontlading. Logisch ook, staat nu een heel stuk steviger in de wedstrijd. Staat met één been in de finale. Ja, dat... Anderhalf misschien wel. Die andere is die beweegt die langzaam naar de grond. Jongen. Dan gaat hij weer. Ja. En dan is hij dus in balbezit aan die linkerkant met Mbappé. Thalys. Inderdaad. Ja, en niet doorheen te komen voor Levi. Jongen. Lijken wel vijf verdedigers ook die er staan. Nu op links, heel veel ruimte bij Marcelo. Mbappé en Neymar zijn het nu in de as. Dit is goed gedaan. Ronaldo. Naar zijn linker, naar zijn rechter. Eusebio naast. Niet op doel. Goh. Brian kraakt de code van Levi. Ontregelt hem. Gaat Levi nu dan inderdaad die wissel toepassen op de linksbackpositie? Of gaat hij voorin iets doen? Gaat hij aanvallende spelen? Hij heeft drie goals nodig. 2-0 in deze tweede leg. 3-0 overall. Voor Brian Hessing van Heracles Almelo. Wij zien hier niet wat Levi allemaal aan het bekokstoven is. We zien alleen dat de elf van Brian precies zo zullen blijven staan als in de voorgaande 21 minuten het geval was. Met dus Ramos en Savic op de backposities. Lengte, fysieke kracht. En Vieira gaat er dan af bij Excelsior. Het is vooral dat fysiek wat jij zegt, dat het gewoon echt zo lastig doorheen te komen is. Je hebt vier van die boomlange gozers achterin staan. Klopt. En dit is balletje neerleggen. Ja, misschien wel des te opvallender. Of ook wel weer mooi. Dat tekent Levi's speelstijl. Hij brengt nu dus spelmaker Luka Modric voor, nou ja, houthakker is misschien net een beetje te oneerbiedig. Maar verdedigende middenvelder Vieira, ja. Ja, hij moet wel. Maar ja, aan de andere kant hier, er gaat weer gewoon een voorzetje komen, denk ik. Nee, maar nu niet Vieira, op Mbappé. Ja, dit is ook een ja. Ja, let's go! Goh. Come on! Goh. Ja, die zag je aankomen. Heel goed gezien door Brian. Heel koelbloedig afgemaakt. En dan hoe close het was in die eerste pot. De ruimte ontstond er. Maar Brian maakt er ook wel heel gretig en dankbaar gebruik van.
En ja, zijn stem klinkt al schor. Zijn keel is helemaal schor geschreeuwd al. Maar hij deelt daarmee wel een extra dreun uit aan Levi. Na de goal ook nog even het gejuich. Zonder zich in te houden. En dan inderdaad heel goed de beslissing genomen. Niet een voorzetje geven door het middenspelen. Mbappé maakt die loopactie. Wordt aangespeeld. Gelijk afmaken. Keurig. Echt niks op aan te merken. En een heel goed uitgespeeld doelpunt. En dan is Levi het kwijt. En dat ja, Levi komt in een fuik terecht. En weet die dubbele defensieve lijn, eigenlijk defensieve lijn eigenlijk gewoon niet te doorbreken. En dit ga je nog wel vaker zien, zo'n bal van back naar back. Ja. Dan hebben ze ook nog allebei een aardige lange bal in de benen, die Sergej en, en Ramos. Dat is ook nog wel lekker. Echt een topoptie hoor, Bresan. Misschien wil ik die ook maar naar neer gaan zetten. Ik zit hier zo te kijken. Ik denk, dit past eigenlijk wel heel goed in zo'n team. Ja, hij mist al iets snelheid. Ja, tuurlijk. Maar ook dat, hij heeft 83 pace volgens mij. Dus ook dat is met een kaartje op zich nog wel te fixen. Het is minder dan de vleugelspelers, maar hij wordt niet van de bal afgebikkeld. Nee, en in principe als je zelf zo defensief staat, dan kan het wel helemaal natuurlijk. Dan word je ook niet snel op snelheid überhaupt uitgedaagd. Ja, Levi moet nog wat proberen. Dat doet hij ook. Hij zal nog aanvallender moeten gaan staan. We zijn 10 minuten verder en het doelpunt verder. 4 goals heeft hij nodig. Ja, hij kan het. Kijk, tegen Tony heeft hij het ook laten zien. 8-2 was dat overall. Maar Brian laat er gewoon geen muisje door. Het staat zo potdicht. Ik vind het alleropvallendste nog wel dat het gewoon inderdaad zoveel mensen achter de bal staan. Maar dat hij er ook gewoon elke keer aanvallend uitkomt. Modric. Ja, die valt binnen. 4-1. Nou. Levi doet iets terug. Tja. Met links, geel getimed en van richting veranderd. Ja. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Ja, juist daarom dat hij van richting werd veranderd is dat lastig te voorspellen. En de Gea die niet heel goed uitzag, maar... Invaller Modric die het doet. En dan ben ik heel benieuwd hoe Levi nu gaat spelen. Het lijkt op een 4-4-2 of misschien zelfs wel 4-2-4. 4-2-2-2? Nee, of niet? Nee, 4-2-3-1. Toch 4-2-3-1 nog. Ze leken net even met z'n vier bereid te lopen. Maar. Dit is echt weer... Jongen. Oh jee. En dan zou ik als ik Brian was toch lekker in mijn concentratie blijven. Ja, lekker rustig van, blijven. Daar Marcelo, inderdaad. Gullit, geen buitenspel. Trackback. Ronaldo gevonden. Dit is de Levi die we kennen. Overtreding Ramos, geel, rood! Nee, tweede joh. Geel is dit! Nee joh. Alles loopt verkeerd. Brian voor is Levi. Ook er verbaasd over. Ja. Nou. Wat moet je hier nou toch van zeggen? Ik kan me die eerste gele kaart ook niet herinneren, moet ik hier eerlijk zijn. Nee, ik ook niet. Ik weet niet waar die is gevallen. Nee, dat zal misschien wel een speler zijn die een voorzet gaf. Die daarna omver werd geschopt om de voorzet te blokken. En misschien geel pakte. Staat namelijk gewoon op de backpositie, toch, Ramos? Wordt ook niet gepauzeerd door Excelsior. Die gelooft het allemaal wel. Ja, daar lijkt het op. Ja, stond rechtsback, Ramos. Ja, 3 goals met een man minder tegen de defensief. En op balbezit spelende, sterke Brian. Ja, het enige wat je kan doen is in de tweede helft 3 verdedigers pakken. Constant pressure spelen, denk ik. Oh. Dan ga je ook doelpunten tegenkrijgen. Maar dat is de enige manier volgens mij om het doelpunt te forceren. Het is een deceptie voor Levi. En alles loopt in deze eerste helft goed voor Brian. Elke voorzet is raak geweest. De focus is goed bij de man van Heracles. En deze marge van 3 goals gaat hij natuurlijk nooit meer weggeven tegen 10 man. En dus is de tweede helft nu nog een formaliteit in deze tweede leg. Kunnen niet anders zeggen. Nee. Maar dan heeft hij het wel weer voor elkaar gekregen gewoon hoor. De finale. Ja, prachtig. Prachtig voor Brian uiteraard. Razend knap. En je schakelt natuurlijk... Krijgen we nu nog even wat theater. Blijft gewoon inderdaad in zijn rol. Krijgen we nu entertainer Brian Hensink te zien. Misschien nog een vorm Damau. Een vorm Mohamed Osman. Hoppakee, erin gooien. Ja. En hij schakelt dus even in 2 rondes heel Rotterdam uit de E-divisie. Ja. Is het te voorbarig? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ja, even... met een man minder.
Vijf verdedigers? Vijf. Vier verdedigers? God, god. Vier verdedigers? Ja, vier verdedigers doen. Dan doen we vier verdedigers. Ja, joh. Ja, dat is lekker communiceren zo, hè? Levi, die ziet er ook niet uit alsof je denkt, hé, weet je wat? Nee. Hier weet ik maar uit te werken. Nee, dit is echt ongelooflijk wat hier gebeurt. Hij krijgt natuurlijk als halve finalist nog steeds wel aardig wat Global Series points. Ja, maar ja. Of het genoeg gaat zijn voor hem, weet ik niet helemaal. Ja, die finale plaats in Singapore heeft hem natuurlijk ook wel tot grote hoogte doen stijgen. Maar... Terugkomen. Ja, Brian laat niks aan het toeval over. Dat is duidelijk. Nou, hij heeft gekkere dingen zien gebeuren in deze wedstrijden, in de E-divisie. Ja. Nou, wat wel bij aan het oppervlak komt. Ook door de uitzinnige reacties van Brian bij elk doelpunt. Is toch dat deze twee geen beste vrienden zijn? Ja. Ja, dat werd van tevoren al door Paschi in de green room kort behandeld. Ik weet natuurlijk nooit wat er allemaal gebeurd is, maar inderdaad. Want laten we eerlijk zijn. Zo reageer je niet bij iemand waar je massa's respect voor hebt. Nou ja, nou heb ik niet echt het idee dat... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik heb zelf ook zeker mijn uitbundige reacties genoteerd staan. Ja, ik snap wat je bedoelt. De eerste is ontlading, maar als het op een gegeven moment zeg maar 4-1 staat op het doelsaldo... Dat bedoel ik. Als de wedstrijd al lang en breed beslist is, of je hebt al die marge van 3, ga je bij die vierde niet net zo hard tekeer. Dus daar speelt iets. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar... naar het verhaal daarachter. Ik ken dat ook niet helemaal. Paschi vertelde inderdaad iets over Almere. Wat ik me net nog kan herinneren. Een halve finale tussen deze twee jongens. Waarin Levi Brian juist naar huis speelde. Ik ben benieuwd of Bennett daar wat vragen over zal stellen. In de interviews achteraf. Nog één doelpuntje. En dan ligt het in principe wel weer open. Nee, er valt ook niks ervan. Oh, yeah. Levi schudt het hoofd. En Brian heeft het tactisch, strategisch, allemaal zo goed voor elkaar. Heeft het geweldige aanvalsspel van Levi weten te ontregelen. Het verbaast me echt hoe weinig... overtredingen Brian maakt. Hoe weinig keer hij de bal verspeelt door een tackle te maken. Hij stapt inderdaad niet onnodig in. Hij wacht zo goed af. Is zo gedisciplineerd en geduldig in het switchen. Ja, daarmee maak je geen overtredingen. Je schaakt in dat opzicht ook eigenlijk die 50-50 ballen uit. Hier is Levi nog wel een keertje. Nee, dit wil ook niet. Korte hoek laag. Je hebt geen wijzigingen meer, geen pauzes meer. Wie zei dat? Inderdaad. Wil misschien nog wat lengte inbrengen of zo voor zo'n hoekschop? Toch nog een aanvallende wissel toepassen. Er staat helemaal niemand achterin. Ja. Net niet, allemaal. Komt Brian met... Ik denk een opwippertje. Een nog definitievere nekslag. Ik denk een voorzet. Oh nee, niet. Ah, even terug. Ronaldo komt wel vrij daar aan de rechterkant. Wordt nu aangespeeld. Ronaldo! Oh. Ik had zo'n lekkere poeier verwacht, weet je wel. Ja. Hij timed hem ook niet. Nonchalance. We moeten Brian zeker nageven dat hij uitmuntend gebruik heeft gemaakt van de zwakke plek. Links achterin bij Excelsior. Dat heeft Levi dan toch ook de das om gedaan? Had hij daar tactisch meer mee moeten doen? Ja, je zou toch verwachten dat ze allebei weten wat hun tegenstander doet qua spel? Absoluut. Ook met de mensen die Excelsior mee heeft. Heeft Levi daar dan te makkelijk over gedacht? Want 3 identieke momenten. Ja. Voorzetten op Cristiano Ronaldo hebben ervoor gezorgd. Op, en het is hier. Van ons! Ja, dit is een beetje provocerend. Ik hou er wel van. Maar dat is het wel degelijk. En volgens mij is hij heel erg opgelucht zo te zien. Ja, hij weet het nu helemaal 100.000% zeker. Brian, dik verdiend. Complimenten. En voor Levi is het heel zuur. Het is hem uiteraard gegund. Tegelijkertijd zijn de druiven gewoon heel zuur voor Levi. Ook dit weer heel goed afgemaakt. Ja, je staat er niet één voor, maar als je hem dan alsnog gewoon in het korte hoekje timed, goed. Dan ben je ook daar heel scherp in. Ja. Ja. Goed de ruimte gezien. De ruimte die er automatisch ontstaat door de man-meer situatie. Is Levi nog een extra doelpunt gegund? Hier met Nemo. Oh, oké, dat is wel lekker.
En dit soort laatste fases in aanvallen hebben we wat minder gezien dan tegen PEC. Ja. Ook zeker de verdiensten van een geweldige verdediging van Brian. Het is wat dat betreft net allemaal iets minder vaak goed gevallen voor Levi in zijn aanvallen. Ja, dit valt ook weer net goed. Schiet hij zijn hoofd alsnog. Milinkovic Savage. Dat ik die ooit nog in de E-divisie zou zien. Ja. Mbappé. Ja, ik denk dat Brian nog wel extra doelpuntje zou willen maken. Die gaat maar even een longshot nemen nu hoor. Oh nee. Een longshot op de keeper. En Levi weet het al wel. Berusting ook bij Levi. Ja, lastig, wat doe je dan? Ja, je blijft spelen, maar je gaat niet echt gefocust zitten. En je kan ook niet echt je mobieltje pakken. Dat hebben we ook wel eens gezien. Nee, nee. Daarin ook alle respect voor Levi die niet moppert, niet klaagt. Al zou er daar misschien reden toe zijn. Blijft respectvol. Ja, het is... Laat zich niet kennen. Sterrenstatus, hè? Ook in ja. Het sportieve aspect. Heeft zichzelf zeker laten zien, al zal de teleurstelling groot zijn, dat hij hier de halve finale niet overleeft. En dan ben ik toch heel erg benieuwd wie de tegenstander van Brian gaat worden in die finale. En hoe die vooral omgaat met de speelstijl. Heeft hij hiervan geleerd van deze wedstrijd? Ja. Ook dit valt net niet lekker. Ruimtes worden enorm nu. Mbappé, nu dan, laatste paar minuten. Pelé, Ronaldo, valt goed voor Fiera. Ronaldo op Gullit, terug op Ronaldo. Net niet. Nee, net niet. Wel nog steeds de bal. Hier voor Heracles. Sombrero flikkie. Maldini. En dan niet de bal terug naar de keeper. Nee hoor. Milinkovic Savage. Savage. Aan die rechterkant. 3 minuten te spelen nog. En dan kunnen we de afronding wel zo'n beetje beginnen. De afronding die door Heracles zo vaak werd gevonden met het hoofd. Het hoofd van Cristiano Ronaldo. Dat voorhoofd. Als Brian hem ooit een keer te zien krijgt, mag hij er een kusje op geven, ja. Denk ik. Hij gaat hier Ronaldo het voor Excelsior doen. Niet geschoten, niet getimed. Keeper stond nog niet echt in die hoek. Had wel gekund, maar weet de trekker niet over te halen. En Brian die is ondertussen steeds meer aan het genieten van zijn welverdiende overwinning. Laten we daar ook gewoon gaat hij het bekronen met nog een doelpuntje? Nee. Te nonchalant, wederom. Ja, dan is het klaar. Dan is het klaar. Dan hebben we de finalist. Eindelijk gaan we Brian in de finale zien. Die is blij. Ik heb nog nooit zo vrolijk gezien volgens mij. Brian Hessing flikt het. Weet Levi te ontregelen. Knalt Excelsior daarmee uit de E-divisie. Voor Levi zijn de druiven heel zuur. Brian heeft het afgedwongen met een totale uitslag over 2 wedstrijden van 5-2. Cristiano Ronaldo, de grote man met het hoofd. En dus Brian naar de finale op de Xbox in de E-divisie. Brian, gefeliciteerd jongen. Wereldprestatie kan ik wel zeggen, want je schakelt Levi uit, die toch ook wel een van de favorieten was. Ja, die ontlading bij jou jongen, je bent helemaal gek. Ja, sowieso, ik ben ook een beetje schor. Ik was vandaag ook ziek en ik heb het toch geflikt. SJ, toen Levi, allebei gepakt. Niemand verwacht het, opa E-divisie flikt het, staan in de finale. Ja, je wilde wel heel graag kaal, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. We gaan kaal nu. En we gaan zeker weer te kaal. En we staan in de finale, ik ben zo ongelooflijk trots. Hoe heb je het zo kunnen flikken? Ja, het is cliché. Ik heb af en toe een beetje geluk meegehad. Eindelijk een keer, het mag wel. En ik heb heel veel uren neergestoken op de Xbox, dingen getraind. En nu zie je gewoon dat ik niet heb getraind en het komt eruit. Hè. Ik scoor tegen Levi een paar goals zo. Tegen NJ heb ik een paar keer zo gescoord. En dan zie je gewoon dat het beloond wordt. En daar ben ik heel trots op. Maar we zijn er nog niet, hè. Pas de finale en we willen graag winnen. Is Brian Hessing op zijn best nu? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar nu kappen we ermee. We gaan naar huis toe. En de finale op een andere dag, dus dat vind ik ook jammer. Maar we gaan gewoon nu weer de focus nog 2 weken doorzetten en dan gaan we finale spelen. Wat heeft jou zo ver gebracht?
Ja, misschien toch wel een stukje ervaring. Hè? Ik ben 28. Iedereen zegt van Hessing, ben je niet te oud? Zo zie je me. 28 en ik pak ze. Dus ja. Hoe ouder hoe beter? Misschien wel, misschien wel. En zijn er ook nog mensen die je willen bedanken? Of heb je al felicitaties ontvangen? Ja, natuurlijk mijn vriendin, hè. En mijn zoontje Gabes. Die twee natuurlijk uiteraard. En natuurlijk Danny en Daniel en Nordin. En Frank en iedereen. Asito, iedereen, noem maar op. Ja. Het is goed om te horen, want je hebt een aardige crew bij je altijd. Hè? Stel, hooligans zitten er altijd in die studio. Dat brengt geluk, hè? Dus we gaan gewoon over twee weken gewoon weer. Lekker, dat wordt genieten natuurlijk. En ja, je gaat kaal, Freesia wil het heel graag doen. Nou, de hoofdsponsor ook. En die gaat voor, denk ik. Sorry, Freesia, maar die gaat wel voor. We moeten even kijken hoe we het aan gaan pakken. We hebben wel een video van gemaakt. Dus allemaal op mijn kanaal, jongens. YouTube, Brian Hessing. En Instagram trouwens ook Brian Hessing. Dat is trouwens de eerste keer in 3 jaar tijd dat ik promotie maak. Voor mij, dus Brian Hessing. We gaan het zien. Ja, goed. Sorry. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ja, Levi Frederik, de man die alles en iedereen verraste met het samba-voetbal vanuit Rotterdam hier in de studio van de E-divisie. Die vliegt er gewoon uit in de halve finale. En ja, dat hadden heel veel mensen niet zien aankomen. Nee, het mocht niet zo zijn. Ik had er nog wel vertrouwen in na de eerste wedstrijd. Maar ik kom gelijk weer 2-0 achter. En toen wist ik wel dat het heel moeilijk ging worden. En het zat er gewoon echt niet in deze wedstrijd. Ja, en je was wel iemand die dus groeide in het toernooi, hè, die steeds beter werd en die ook echt oppermachtig was in sommige wedstrijden. Maar ja, dan tegen Brian, dan wil het niet baten. Ja, gewoon eventjes zo'n potje dat je echt een off day hebt en dan net zeg maar in de halve finale. Het is gewoon echt vervelend dat het nu gebeurt, maar hij heeft het gewoon heel goed uitgespeeld en uiteindelijk terecht gewonnen. Wat neem je jezelf kwalijk waardoor het niet lukte? Pff, ja, lastig te zeggen. Dat merk je gewoon als je FIFA, als je begint gewoon... Dit potje lukt het gewoon niet. Gewoon hoe ik wil spelen ging niet goed. En dan kom je het scoreverloop was ook in zijn voordeel. Dat je gewoon 2 keer snel op achterstand komt. En ja, wat ik mezelf kwalijk kan nemen. Ik heb er alles aan gedaan. Dus ik kon niet veel anders doen, denk ik uiteindelijk. Wat je zegt, is dat dan iets wat vanaf minuut 1 eigenlijk al tegen zit? Ja, zo'n gevoel krijg je dan wel. Weet je, je weet gewoon, je moet niet 1-0 achterstaan. En dan de eerste beste voorzet vliegt erin. En dan tweede potje ga je voor goede moed weer erin. En dan krijg je vanaf de aftrap een corner weer een voorzet. En dan sta je 2-0 achter. En je weet gewoon, ik kom er al moeilijk doorheen. En laat staan als je nog 3 keer moet scoren om te winnen. Dat wordt gewoon heel erg moeilijk. Dus ja. Desondanks dat je nu niet de finale hebt gehaald. En wat er dus wel zeker voor je in zat. Kan je dan toch wel misschien wel een klein beetje nog tevreden terugkijken op wat je hebt laten zien dit E-divisie seizoen? Nou ja, ik ben wel trots. Ik heb mijn doel bereikt om de top 4 te halen. En met goed spel, wat ik gewoon graag wil laten zien. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar als je dan toch zo dichtbij bent en je hebt echt het gevoel van ik kan hem helemaal winnen, dan is het natuurlijk, blijft het gewoon, dat balen blijft sterker dan de blijdschap, denk ik. Dat zijn mooie woorden en ik wil je ook bedanken voor ja, alle leuke dingen eigenlijk, hè, die we allemaal hebben besproken hier tijdens de interviews. Wat was altijd een feestje om met jou te kletsen? Ja, kan je wel zeggen. Het was een gezellige tijd. Ook waar ik het meest naar uitkeek, want FIFA zelf was meestal niet het leukste. Dus ja, jou ook bedankt natuurlijk. Dankjewel daarvoor. We gaan je ongetwijfeld terugzien, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Top. Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de E-divisie.